Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan wij weer een mooi aantal vuurwerkwinkels bekijken. Hun assortiment checken, aanbiedingen bekijken. En ja, laten we beginnen. We gaan vandaag de Driesprong in Zoetermeer bekijken, Tuinwereld in Tiel, Vuurwerkoutlet Pijnakker, Vuurwerk Riesebos in Amersfoort, Koppelmans Vuurwerk in Os en Vuurwerk Velp in uiteraard Velp. Nou, we beginnen bij de Driesprong en die hebben een freak actie. Velen hebben hierop gewacht. Maar ja, het is 20% korting over het hele assortiment. De precieze voorwaarden moeten jullie hier zo lezen. En we gaan gewoon eens even door het assortiment lopen. Hier zo Stingerbees van Leslie zijn altijd wel grappig. Jumping Jack 1,50 en dat valt op zich wel mee voor 20 matjes. Ja, Orca is hier dan gewoon een verkoopprijs. Wat ze verder hier nog hebben is ander klein spul van Zena en zo. Maar ja, hier heb je bijvoorbeeld een Monster Ride. Met 20% wordt die dan 8 euro. Dat valt op zich nog wel mee, maar... Ja, verder, de prijzen hier zijn een stuk hoger dan vorig jaar. Maar het mooie is dat ze toch wel verkopen. Want ook al zijn de prijzen nu wat hoger, klanten komen toch wel. Hier zo Angry Monster Cakes. 3 cakes, 10 schoten, 25 mm. Nieuw dus, met 10 schoten. Deze waren altijd 19. Beetje raar geluid op het filmpje, maar wel andere effecten dan eerst dus. En dan gaan we door naar beneden scrollen. Ja, hier zie je heel veel ogenschijnlijk goedkope cakes, maar dit is wel allemaal 20 mm spul. Gaat dan nog wel 20% korting vanaf dus. Dus ja, hier zo dan bijvoorbeeld een Code Red voor 110 euro. Of een Transbomber voor 130. Dat is op zich nog wel te doen als daar dan die korting vanaf gaat. En dan hier zo, zien we wat nieuwe boxen. Flashing Wonder 432 shots. Maar goed, dat is ook, als het goed is, gewoon allemaal 20 mm spul. Dus ja. Event Ice Tiger, nieuwe box, die is ook wel dik volgens mij. En ja, dan krijg je dus uiteindelijk 20% kassakorting op het hele assortiment. Dat is tot en met 31 oktober. Nou, dan gaan we verder naar Tuinwereld Tiel. Dit is een China Red dealer en omdat we dat ook al bekeken hebben bij de Intratuin, ga ik daar niet te lang stil bij staan. Maar in de uitverkoop hier zo zitten op zich nog wel wat leuke producten tussen. Van Leslie, wat oudere producten. En hier zo, zoals de Metropolis. Die is echt al oud aan label te zien. Uit de Royal Class line nog. Een en ander is ook al uitverkocht. Maar goed. Hier zo heb je dus ook nog een actie. Dat je dan 20% gratis uit kan zoeken. En dat geldt denk ik niet. Op de uitverkoop, nee, dat klopt. Geldt niet op de uitverkoopcategorie, maar wel op de rest dan. Dan gaan we verder, want ja, hier zo hebben ze verder gewoon China Red vuurwerk en that's it. Dat kennen we wel. Dan gaan we nu verder naar Vuurwerk Outlet Pijnakker. Deze die zaten altijd in het noorden, de Vuurwerk Outlet, maar deze die zitten tegenwoordig ook in Pijnakker. In Zuid-Holland dus. Zitten ze in het pand waar eerst Houkan vuurwerk zat. Nou ja, qua compounds gaan we even snel doorheen. Hier zo,
hebben ze vooral wat grotere compounds. Big Rhino, die zagen we eerder voor 100 euro, hier dus 90 euro. Zit wel alleen geen kooi omheen, dus dat is wel jammer. Hier zo Originals Finest box, ook wel een vette 30 mm box. En dan gaan we eventjes nog bij de cakes kijken, de cakeboxen. Night Battle van Wolf, dat is 144 shots, 25 mm voor 80 euro, dus dat valt nog wel mee. Hier hebben ze ook nog best wat verschillende soorten oude Thunderkings. Ook nog de Trickshot, dus dat zijn echt die, nou ja, nieuwe Thunderkings moet ik zeggen, maar wel uitloop. Deze zijn dus nog met knal. Thunderking Fat Tube, dat is dan een nieuwe mine, is nog geen filmpje van. Thunderking Bulk Pack zijn gewoon van die crackling mines. Hier zo knalcakes, Lightning Thunder staat hier nog, die is uitloop als ik me niet vergis. En de Shaking Shaggy, dat is een leuke 50 shots knalcake, niet te duur, 15 euro maar. Nou en dan gaan we verder. Fluitcakes, ja. Whistling Comets is wel een grappig potje met fluiters en een soort van Romeinse kaarsdingen. Hier zo hebben ze wat budgetpotjes, zoals hier zo de Oasis of de Combat. En dan hier zo, ja, qua 500 gram cakes wel een paar goede dingen, zoals hier de Cairo Crackling voor 25 euro. Gewoon een mooie dikke crackling cake is dit. Nieuwe batch is nog onzeker hoe die gaat natuurlijk, maar ja, ik ben benieuwd. Wicked Warlord 22,50, ook nog wel een leuke. Nou ja, dat is dan hier zo wat 500 gram cakes. Kijken we nog even bij grond en klein vuurwerk. Zit ook altijd wel leuke dingen tussen. Hier zo Jumping Jacks kun je hier ook halen. En dan gaan we verder naar de volgende winkel. Vuurwerk Riese Bos. En deze die heeft vandaag en morgen, dus vandaag is 17 oktober, tot en met morgenavond 11:45, hebben ze nog 25% kortingsactie, waar niet alle producten aan meedoen, maar dus wel van het gedeelte van het assortiment. En daar komen dan soms ook wel echt leuke prijzen uit. Nou ja. Hier zo bijvoorbeeld een Monster Ride. Daar gaat dan 2,50 euro nog vanaf. Dus die wordt dan 7,50. En dan hier zo wat uitgesloten is. Even kijken. Oké, deze cake die is dus niet uitgesloten van deze kortingsactie, wel van gratis vuurwerk, maar de Air Damage knalcake betaal je dus uiteindelijk 19,50 euro voor met deze actie. 64 shots, dus ik vind dat zelf wel goed te doen, want dit is volgens mij best een dikke knalcake. En dan hier zo, ja, wat Evo cakes, die staan hier wel echt een stuk prijziger dan eerst. Maar hier zo die Catan cakes met 25% korting, wordt dat ook nog wel een leuk prijsje, vind ik. Want dan betaal je eigenlijk nog maar iets van 16 euro per cake. Nou, categorie 1 vuurwerk, volgens mij geldt het daar ook gewoon voor. Ja, zo te zien wel. Nou is dat mooi meegenomen. Mini Stromboli 1,25 hier zo is ook niet duur. Zijn van die knetter potjes, dingetjes. En verder nog wat. Ja, categorie 1 vuurwerk wat mij niet zo bekend voorkomt. Nou, gaan we verder kijken bij de Thunderkings en de Mines.
kijken, hier zo Crackery Mines. 10 pakjes. En deze die doen dus ook nog gewoon mee als het goed is. Ja, hier gaat ook gewoon nog korting vanaf. Dus dan kun je hier uiteindelijk nog best goedkoop die Knetter Mines halen. Vind ik een leuke actie hier zo. Echt, echt nice. En dan hier zo wirecakes. Er zit niet zo heel veel tussen. Jeugdvuurwerk verder. Titanium Crackling Fountain. Die is ook goed. Echt goede ja, knetterfonteinen gaan best hoog. En dan natuurlijk de compounds. Het belangrijkste voor zo'n actie. Bepaalde artikelen zijn uitgesloten. Die staan in deze categorie. Superstunt. Zoals hier zo de Cairo Crackling. Wicked Warlord. En een aantal boxen. Waaronder die van het eigen label, zeg maar. En ook een hoop Magnum boxen. Die zijn zo te zien. Ja, ook uitgesloten. Maar volgens mij alle compounds die wel in de categorie compound boxen staan, die doen gewoon mee. Zoals hier zo de Catan Edition boxen. Die worden dan geen 80 euro, maar 60 euro. Dus ja, daar gaat wel wat vanaf. En hier zo Special 1, Special 6. Dat wordt dan ook een stukje goedkoper. Die komen dan onder de 75 euro uit. Echt wel nette prijzen te noemen dus. Ja, en dan scrollen we nog verder. Dan heb je hier zo grotere boxen. En bijvoorbeeld een 100 shots, 30 mm Temptation Willow. Geen 130 meer, maar ja, een stukje goedkoper. En hier de Originals Finest. Gaat dan ook 25% vanaf. Kom je uiteindelijk dus wel op mooie bedragen uit. Dat vind ik wel een mooie actie hier zo dus. Kijk, gaan we naar het winkelmandje. En dan zie je dat je toch wel aardig wat korting nog ontvangt. Heb je hier zo ja, goede kortingen. Dit is dus Vuurwerk Reasonables in Amersfoort. En deze actie die geldt dus op het moment dat jullie deze video zien nog ruim een dag. En dan gaan we naar de laatste winkel. Of de ene laatste winkel. Koppelmans Vuurwerk in Os. Ja. Is dus China Red. En heeft ook die actie dat je 20% gratis uit kan zoeken. Niet op alles helaas. Maar wat ik hier nog wel even wilde laten zien. Is dat ze hier ook. Dus wat van andere merken hebben. Onder andere Rubro en Vuurwerk Mania. Hebben ze hier ook wat items van. Maar die tellen naar mijn weten dan weer niet mee voor het gratis vuurwerk. Kijk, hier zo bij de compounds zien we hier zo bijvoorbeeld de transbomber staan. Maar die telt dan niet mee voor het gratis vuurwerk uitzoeken. Dat is wel jammer. Maar ja, dan gaan we even door naar de volgende winkel nog. Vuurwerkvelp.nl. Deze winkel die heeft weekacties lopen en elke week weer een andere actie dus. En deze week is het de George's Blue, nieuw 100 shots 25 mm voor 75 euro. Dus dat valt echt wel mee. Nou ja, en in de op is opruiming ook wat leuke aanbiedingen. Zoals hier zo El Fuego, potje, aansteekfakkels niet te duur. Ja, nog meer crackling shocks, bulkverpakking. Dus Vuurwerk Velp. En dit was het dan voor deze video.
De beste acties uit deze video zijn toch wel zeker bij je vuurwerken Dieselbos, maar daar moet je dan wel snel gebruik van maken. Bedankt voor het kijken naar deze video en dan zien we elkaar weer bij een volgende.